Nou, ik werk inderdaad 2 keer per week, op de dinsdag en de donderdag. En dan begin ik om 9:30 en dan stop ik ongeveer om 2:30. Dus meestal begin ik met het opstarten van het ontbijt. Dan lees ik na het ontbijt een krantje met een bewoner. Ik ga bij mooi weer een wandeling maken. Het verpleeghuis is een erg mooie tuin. Ook in de zomer kun je daar gewoon lekker gaan zitten met het krantje en met een kopje koffie en een bewoner. Ik haal boodschappen, want hogerop heeft ook een mooi winkeltje beneden. Dus vaak haal ik ook boodschappen met 1 of 2 bewoners. En aan het eind van mijn dag zeg maar, help ik nog mee met het middageten. En dan neem ik weer afscheid. En dan ga ik weer naar huis. Als ik 's ochtends kom, dan zitten er vaak al 4 of 5 bewoners zijn uit bed en gedoucht. En die zitten aan tafel te wachten tot het ontbijt komt. En als je dan binnenkomt en je slaat een arm om ze heen. En je vraagt, goh, heeft u lekker geslapen? Of wat ziet u er mooi uit? Nou, dan zie je ze soms gewoon helemaal stralen van dat beetje aandacht. Ja, dat vind ik een heel fijn moment. Waarom ik vrijwilliger geworden ben bij Ombring is in september 2008 zag ik een advertentie in de Zondagskrant. En daarin werden vrijwilligers gevraagd voor op de woning voor een verpleeghuis de Hoge Hop. En ik had op dat moment wat tijd over en ik dacht van, dat lijkt me misschien wel wat. Dus ik heb contact opgenomen met de vrijwilligerscoördinator en ben op gesprek geweest en vond het erg positief. Het vrijwilligerswerk leek mij leuk. Ik ga kijken of deze doelgroep mij aanspreekt. Ik ben eerst dus opgevangen door de vrijwilligerscoördinator en daarna ben ik voorgesteld aan de teamcoach van het woonteam waar ik vrijwilliger werd. En zij heeft mij de nodige uitleg verschaft en ze heeft me laten zien hoe het ging op de woning, wat er van mij verwacht werd. Dus op deze manier is het gegaan. Als ik 's ochtends kom, dan word ik altijd welkom geheten en ze zijn altijd blij dat ik er ben. Soms wordt er even doorgenomen als er iets aan de hand is met een bewoner. En de rest van de ochtend, ik spreek ze geregeld en we verdelen ook al een beetje taken. Als ik ga wandelen of zo met een bewoner, dan vertel ik dat natuurlijk. En het gaat eigenlijk heel erg goed. Ik heb wel het idee dat ze me waarderen en dat ik zeer welkom ben.